Allereerst een hele goede maand allemaal. Aangezien sommige van jullie in september oktober naar Spanje gaan, wil ik Sola vandaag aan jullie voorstellen. Er is dit jaar veel gebeurd. Er is een nieuwe winkel met producten als olie, haver, potloden, paksoi, jam, olijven, zeepcremes, toiletpapier, wegwerptoekjes, batterijen, USB-sticks, frisdrank, kattenvoer en wat dies meer zij van Mikko Colinia, die vroeger de taverna in Sola had. Deze taverna heet nu Olio en wordt door Mina en Mico op een voortreffelijke manier gerund. Het eten is bijzonder goed en vers bereid. Mina en Mico spreken vele talen en zijn zeer hartelijke gastheren. Mico was lange tijd hober in het Escritorio in Barcelona. Overigens, vanaf het terras is er een super uitzicht over de baai. Tegenover de taverna ligt het gerenoveerde conditoree Marcello, wifi inbegrepen en een prachtig uitzicht op de plaza en omlaag naar het strand. Is niet bang om naar binnen te gaan, de colinia's bijten niet. Hier kunt u in de winter verse zelfgemaakte yoghurt krijgen. Rechts naast het conditoree kent Poppy en Janni met hun prachtige handgemaakte keramiek en zeer bijzonder houtwerken. Ze zijn elke dag open van 10 uur morgens tot 10 uur avonds. Naast de taverne Juanito de zilversmid en juwelenkunstenaar en zijn zuster Angelica die prachtige zijdeschilderijen schilderijen schildert. Iedereen kent Juanito's handelsmerk, de oude Norton met zijspan. Ik zou er graag mee rijden. Op de Plaza is de supermarkt van Probito, met uitgelezen wijnen en altijd vers fruit en groenten. Probito beheert ook de Cocoa Bar en biedt excursies per boot aan. Verder langs de hoofdweg naar Roaldino komt de beroemde kaasmakerij van Sola. Deze granularitatio is beroemd om zijn smaak. Elke Soliaanse yoghurt wordt met de hand gevuld. Kunt de goede queso hier ook vers kopen. Eleni is de kapper van Sola, voor mannen, vrouwen en kinderen, vlak naast de kaasmakerij. Ik denk dat ze ook manicures en pedicures doet, hondopleggingen, massages en culinario. Helemaal aan het eind van de hoofdweg aan de linkerkant is het unieke en zeer traditionele cafe-ion van Manolis. Hier is alles nog zoals vroeger: men wisselt nieuws uit, kijkt, drinkt, eet en denkt. Als u de Cretesische cultuur wilt ervaren, moet u zeker naar binnen gaan. Het uitzicht op Sola vanaf het terras is prachtig. En last but not least, mijn lieve vriendin Marianne Morris met haar atelier schuin tegenover Poppy en Janis. Ik denk niet dat ik veel hoef te zeggen, ze heeft nieuwe schilderijen, ik ken ze nog niet allemaal en ze is meestal goed gehumeurd, op het moment een beetje opgewonden, omdat het huis aan de overkant wordt gerenoveerd en het stof en vuil en lawaai iedereen gek maakt. Maar dat mag u er niet van weerhouden Sola te bezoeken. Veel plezier en misschien zien we elkaar nog eens. De auto parkeer je op de parkeerplaats. Deze mag niet mee het terrein op. Bij de parkeerplaats kan je een boldekar pakken voor het vervoeren van je bagage. Binnen ziet alles er netjes uit. Op het eerste oog is het huisje fris en schoon. Later zien we het vuil wat bij elkaar geveegd is in de hoeken nog liggen. De koelkast was erg vies en buiten lag het vuil van de vorige gasten nog op tafel. Daardoorheen prikkend is het echt een leuk huisje. Er lagen nog kruimels en haren her en der. In de badkamer waren nog tandpastavlekken op de vloer aanwezig en meer van dit soort signalen dat de schoonmaak niet heel grondig gebeurt. Zorg ervoor dat je goed uitzoekt hoe ver het huisje van de snelweg staat. Anders hoor je deze de hele dag door en is er van lekker in de natuur geen sprake. Animatieteam niet enthousiast voor onze tweejarige zoon, veelal passief aanwezig. Rolo weinig gezien in de week dat we hier waren. Ik miste hem bij de peuterdans bijvoorbeeld. Peuterdans hebben wij ons voor ingeschreven conform de regels. Eenmaal binnen was het veel te druk. Animatie team zei hier niks van. Snackbar mag je maar met één persoon naar binnen. Herhaaldelijk gezien dat deze vol staat. Handdesinfectie bijzonder. Overal staan mini flesjes. Maar geen fatsoenlijke mogelijkheid om je handen goed te desinfecteren via een hygiënestation bijvoorbeeld. Krullenbakken bij openbare ruimtes in weekend overvol puilen over. Uit experimenten van psycholoog Dr. Philkie van de Universiteit van Plymouth is gebleken dat vissen een goed besef van tijd hebben. Hij leerde een groep vissen voedsel te verkrijgen door tegen een hendel aan te zwemmen. Toen de vissen dit eenmaal onder de knie hadden, werd hun geleerd dat er slechts op een bepaald uur van de dag eten beschikbaar was. De vissen leerden al snel vlak voor het juiste tijdstip tegen de hendel te zwemmen. Meneer de vis was u dood. Sorry, ben wat details vergeten te vertellen. Waar ga je nu naartoe? Mijn zoon is gekidnappet. Ga weg, wat is er gebeurd? Ik wil er liever niet over praten. Alsjeblieft, ik wil dat gevoel niet kwijt. Ik wil niet vergeten. In een krankzinnige opwelling heb ik naar de horoscoop voor de opening gekeken. Het vlinderpaviljoen is geopend op 4 oktober 2006. Dan staan Venus, Zon en Mars in weegschaal. Mijn opwelling bleek terecht. Afhankelijk van de openingstijd zou de maan in Waterman kunnen zijn. Veel lucht, zoals te verwachten van een plek waar vlinders vrij rondvliegen. Een volle maan zegt: veel licht. Een goed teken voor deze actie. Daarnaast staat de maan ook in een vuurteken. Vuur is gelijk aan warmte, licht, energie, nog een goed teken eigenlijk. Zo'n actie had beter niet op nieuwe maan plaats kunnen vinden. De directie is de heerser van het tiende huis, in dit geval Mercurius, aan het einde van Waterman. Aan de recepties tussen de maan en Mercurius te zien is er een beetje belangstelling van directie voor de actie, maar niet genoeg om grote consequenties te hebben. Waarom? Omdat er niet genoeg mensen er gehoor aan gaven. Een weekendje hier doorgebracht. Mooie locatie naast de duinen. Wij vonden dit geen hotel in de zin van het woord. Er zijn basic kamers met doucheruimte en toilet en ontbijt. Ontbijtkamer is gezellig. Ontbijt is sober maar voldoende. Vriendelijke eigenaren. Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Wifi was niet goed te ontvangen. Wel gratis. Heerlijke chocoladekoek bij aankomst. Er was weliswaar geen bestek bij om het yoghurtje op te eten. Maar dit hebben we kunnen oplossen. Goede wijn per glas en nog betere whisky, Dalmore 15J. We hadden een arrangement met diner. Maar geen duidelijke uitleg erover. Karaf huiswijn duur, karaf kraanwater 1,60 euro... Een beetje mayonaise bij de friet 1 euro voor de tweede dag was er geen rekening met ons geboekte ontbijt gehouden. We moesten dus nog ingedekt worden en er kon geen sorry of zo vanaf. Kortom, er ontbreekt daar duidelijk management.